En we blijven nog even in Veenendaal voor een getuigenoproep. Vorige week dinsdag hebben twee gewapende mannen geprobeerd om het tankstation aan de smalle zijde in Veenendaal te overvallen. Ja, Joost, wat is daar gebeurd? Ja, dat was op dinsdagavond, 30 maart, komen twee mannen die komen dan de tankshop binnen rond 9:15. Ja, de twee die zijn donker gekleed. Eén van hen heeft een mes bij zich en een ander heeft een vuurwapen bij zich. Ja, ze komen dan binnen en ze schreeuwen hard om geld. Ja, op dat moment is er alleen helemaal niemand in die winkel. Nee, dat klopt. De man die staat achter, de medewerker staat achter de tankshop een sigaretje te roken. Hij hoort dan het rumoer uit de tankshop, komt snel naar binnen en hoort dan die mannen, ziet die mannen ook schreeuwen om geld. Maar ja, hij roept dan dat hij geen geld heeft. En de verdachten die vertrekken dan vrij snel weer uit die tankshop op een donkere scooter. Ze zijn gevlucht over de Groeneveldselaan en ze rijden richting de Hermelijnlaan. Er zijn bewakingsbeelden en daarop lijkt dat er geen kentekenplaat dus op die scooter of die snorfiets zat. Nou, de recherche is die beelden nog heel druk aan het onderzoeken. Ja, en mogelijk laten we die beelden later zien als daar noodzaak toe is. Ja. Geen beelden dus, wel signalementen, want uiteraard zijn ze gezien door die medewerker. Zeker. De eerste verdachte die heeft een fors postuur en droeg een donkere North Face jas en donkere schoenen. De tweede verdachte, dat is de man met het mes, die was lang en tenger. Droeg ook donkere kleding, een zwarte jas en had een mes in zijn linkerhand. Ja, dus misschien is die linkshandig. Ja. Heeft u enig idee wie geprobeerd heeft om het tankstation aan de smalle zijde in Veenendaal te overvallen? Heeft u ze gezien in de buurt van dit tankstation of tijdens hun vlucht op een donkerkleurige scooter? Geef uw informatie dan door via een van de onderstaande tipnummers.